Ik zit hier met Simon Lelieveld te praten over de nieuwe wetgeving die eraan komt rondom crypto. En het gaat eigenlijk veel verder. En morgen, 3 maart, gaat de Eerste Kamer hierover praten. En daar is dit filmpje voor bedoeld. Maar we gaan eerst eventjes, voordat we komen wat de Eerste Kamer moet doen, gaan we eerst even praten waar het om gaat. En dat moet je wel even, dit moet je alleen maar volgen als je dit interessant vindt en als je eventjes gewoon dit wil bijhouden. Dus dat even gezegd hebbende. Simon, eerst, wat doe jij voor normaal werk? Ik ben compliance professional, zoals dat heet. Dus ik adviseer bedrijven hoe je kan voldoen aan regelgeving. Okay. En jij probeert die regelgeving die nu gemaakt wordt wat simpeler te hebben, zodat jij wat minder werk hebt? Ja, in feite wel. Ideaal gesproken is een regel helder, duidelijk en gaat die niet te ver. Ja. Oké, okay, goed. Wij hebben het verschijnsel crypto. 10 jaar geleden is het ongeveer begonnen en we hebben de Bitcoin en we hebben Ethereum en we hebben een heleboel crypto's en we hebben een heleboel bedrijven die daarmee bezig zijn. En nu is er regelgeving verzonnen waaraan die bedrijven zich moeten hebben. Dat zijn de exchanges en de wallethouders. Hè? Wat is nou eigenlijk de FATF waar dit allemaal begonnen is? Oké, okay, je moet je voorstellen dat ministeries van Financiën al sinds jaar en dag samenwerken om witwassen tegen te gaan en terrorismefinanciering. Ja. En in een samenwerkingsverband dat dan Financial Action Task Force on Fraud heet, leggen ze allerlei regels vast waar banken, financiële instellingen aan moeten voldoen. Ja. En soms ook niet banken. Ja, en die hebben al een gigantische bak regels over zich heen. Hè. Daar klaagt over de witwassen. Daar klaagt iedere Nederlandse bank. Wiebe Draaier heeft daar bezig. De ING heeft een enorme boete gekregen. ABN heeft net weer gezegd dat ze 8000. Nou, die vereniging die dat zeg maar die regels opstelt, die heeft zich nu ook tegen crypto aan bemoeid. Hè. Die heeft daar iets aan gedaan. Oké, okay, dus dat is de eerste. En die heeft nu een guideline virtual assets gemaakt. Wat staat daarin? Die guideline virtual assets zegt eigenlijk, als je een bedrijf bent dat te maken heeft met virtual assets, lees bitcoin, maar dat kan ook een blockchain of een energietoken zijn. Maar alles wat niet een financieel instrument is, valt onder de guideline. Ook een kunstwerk, is dat ook een... Kunstwerk is een aparte definitie voor, dat heet kunstwerk, in die aparte onderdeel van de guideline. Maar kunstwerk is één, je hebt een apart hoekje voor money transfer organisaties en een apart hoekje voor blockchain of virtual assets. Ze zijn nu volwassen geworden, hebben hun eigen regeltjes gekregen. En vooral Amerika is daar heel erg sturend in. Hè? Want daar was een enorme tegenstelling in die commissie dat Europa zei, nou rustig aan. En Amerika zei, nee, dat willen we weten. Wat zijn de regels die daar nu gemaakt zijn? Wat eigenlijk gezegd wordt is op zich redelijk helder. Namelijk als je veel waarde van A naar B verplaatst. Veel als zijnde? Meer dan $15.000 bijvoorbeeld. Dan is het zaak dat de partijen die betrokken zijn bij die waardeoverdracht, of dat nou een auto is, een kunstwerk of een cryptocurrency, die moeten zorgen dat ze hun klant kennen, dat ze de transacties bijhouden, dat ze dat documenteren en als ze iets verdacht zien, dat ze dat melden. En dat zijn basisspelregels, daar hoef je geen bang voor te zijn, daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, zeg maar. Maar als jij juwelier, autohandelaar, notaris, adviseur, makelaar, wat dan ook bent, dan heb je als zakelijke dienstverlener een plicht. Niet om een vergunning te halen, maar wel om je aan de witwasregels te houden. Te weten wie is mijn klant, wat doet hij met die transactie. Zodat je niet onbedoeld meewerkt aan witwassen of terrorismefinanciering. En als er eigenaardige transacties zijn, dan moet je die melden? Ja, die gooi je in een pot. En je hebt twee soorten meldingen. De standaardmeldingen als er een drempelbedrag is overschreden. En de subjectieve meldingen als je zegt, ik voel aan mijn water dat het niet klopt. Nou, dus die regelgeving kennen we, die witwas- en die terrorismebestrijdingrichtlijn geeft heel veel gedoe, gaat nu naar de crypto. Wat moet de crypto nu doen? Want normaal kan ik gewoon geld naar jou overmaken, hè, ook 15.000, 100.000 maakt allemaal niet zoveel uit. Wat moet er dan vanaf dat moment dat die wetgeving in dienst treedt, zeg maar in werking treedt, wat moet er gebeuren? Wat er... Er is een Europese richtlijn gemaakt die internationale regels implementeert. Ja. En in die Europese richtlijn staat cryptobedrijven worden gezien als een juwelier. Ja. Dus een niet-bankaire instelling die zich netjes aan de witwasregels moet houden. Dus wie is je klant? Wat voor transactie doet hij? Melden en documenteren. Ja, maar exchanges zijn we dat al gewend. Als wij gewoon geld willen kopen, überhaupt al is maar €100, moet ik al KYC doen. Dus dat is nog niet zo bijzonder? Dat is ook eigenlijk helemaal niet bijzonder. Dus iedereen die de gedachte heeft van de crypto-spelers willen deze regelgeving duiken, het antwoord is nee. Hij is al grotendeels ingevoerd bij de spelers, omdat als je een bankrekening wil hebben in Nederland, moet je laten zien dat je weet wie je klanten zijn, anders krijg je überhaupt je bankrekening niet. Ja. Dus dat... Als ik €1000 aan bitcoin wil kopen bij Bitonic of bij een andere, dan moet ik dat ook gewoon aantonen wie ik ben met
rijbewijzen, met fotootjes, met toestel, allemaal gewoon een KYC. Dat varieert per aanbieder hoe ze dat precies inrichten. Daar heb je een paar smaken. Dat is niks bijzonders. Dus wat is nou een andere richtlijn die het moeilijk maakt? Nou, wat er gebeurd is in Nederland is dat het Nederlands ministerie van Financiën wordt over anderhalf jaar beoordeeld door de collega's uit het internationale hoekje. Die gaan kijken hoe goed doen jullie nou die implementatie van anti-witwasregels. En het Nederlands ministerie van Financiën heeft 14 januari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd en gezegd: wij gaan willens en wetens heel veel verder dan de internationale standaarden voorschrijven. Want we willen straks het beste jongetje van de klas zijn, de beste witwasbestrijders ter wereld. En dat vinden we heel belangrijk. Okay, dus die zeggen van, daar zijn we gewend, want wij in Nederland, de douane in Nederland is ook de strengste ter wereld. Wij zijn overal het beste in. Wat voor regels hebben ze nou verzonnen waar jij zegt van, dat maakt het moeilijk? Nou, in die richtlijn staat... Die richtlijn, dat is de vijfde richtlijn, de AML-D5. De AML-D5, de vijfde anti-witwasrichtlijn staat dat de cryptobedrijven behandeld moeten worden als autohandelaren, juweliers. Kortom, je hebt geen vergunning nodig, maar je moet je wel aan de identificatiespelregels houden. Wat het Nederlands ministerie van Financiën zegt, daartoe aangemoedigd door de Nederlandse Bank, is: maar jullie moeten aan de twee hoofdbepalingen van financieel toezicht voldoen. Dus de twee hoofdvergunningsbepalingen voor om een bank te zijn in Nederland. Hoeft er toch geen vergunning te hebben om een cryptobedrijf te beginnen? Nee, dat hoef je ook niet onder de richtlijn. Maar in Nederland zegt het ministerie van Financiën, gevraagd door DNB, ja, doe maar wel een vergunning en ga maar wel voldoen aan die twee vergunningseisen. En dat zijn? Een goede beheerste organisatie hebben en een integere bedrijfsvoering. Klinkt eigenlijk heel... Dat zou heel Nederland moeten doen. Ja, maar het interessante is dat als je de huidige Nederlandse anti-witwaswet neemt, dan kun je zeggen, nou, die is bedoeld om de integriteit te bevorderen. Daar staat het woord integriteit niet met zoveel woorden in. Daar staat in, dat is een checklist met handelingen die je moet doen om netjes te werken. Het eindresultaat is integriteit. De integriteitsbepaling in de wet financieel toezicht is een veel bredere vergunningsbepaling waar je alles mee kan doen. Je kan onder het motto integriteit, ja, kan ik bijna de kleur van je pak aandoen passen als maatregel. Okay. Dus zij gaan strengere eisen stellen aan die exchanges en die wallethouders. Prima, oké, dat is mooi. Jammer voor jullie, maar voor mij als klant maakt dat nog niet zoveel uit. Wat is nog meer een issue? Het gaat je als klant... Het gaat me geld kosten, omdat het duurder is. Ja, exact. Ja, ja. Okay. Dus we krijgen een vergunnings... De Raad van State zegt, dat moet je niet doen. Dat is een slecht idee. Die hebben al gezegd, het mag helemaal geen vergunning zijn. Maar registratie. Het moet een registratie zijn. De crypto-industrie zegt, het is een verkapt vergunningsregime. Nou, die twee zijn nog met elkaar, laten we zeggen... Dat is niet opgelost. Er ligt nog lagere regelgeving. Het hangt in de lucht. Nee, dus het is even belangrijk voor jouw industrie dat ze niet te veel zaken willen hebben. En dat zit dus in een wetgeving. Ja, dat is dus in een wetgeving gestopt. Je zei ook dat er in de transacties, als er waarde overgedragen wordt, dat er dan persoonsgegevens meegestuurd gaan worden. De verplichting onder de wet is dat als er een verdachte transactie plaatsvindt die aan een bepaald criterium voldoet, dat dan de klantgegevens naar de FIU gestuurd worden. Dus boven een bepaald... Wie is de FIU nou weer? Hele goede vraag. De Financial Intelligence Unit, dat is zeg maar ons nationaal loket om verdachte transacties te melden. Dat is waar die 8000 mensen bij ING en de 8000 mensen bij Rabobank, elke keer als ze iets vinden, die testen miljarden transacties en dan een paar duizenden gaan er daarheen. En dan gebeurt er dan 3, worden daar dan per jaar veroordeeld? Ja, of nog minder. De effectiviteit is bewezen, niet bewezen, zeg maar. Ja. Die organisatie die krijgt dan ook nog een hele hoop crypto benadering. Die gaan alle cryptotransacties krijgen waar ze een objectief criterium te boven gaan. Ja. Plus de cryptotransacties die subjectief niet in de haak zijn. Dus als ik op een gegeven moment, ik vraag iemand, dat is niet als ik persoonlijk van mijn wallet naar jouw wallet ga. Nee, dat is als ik als ik een wallet heb in de cloud en die wordt beheerd en die stuurt het naar iemand anders, dan gaan die weer persoonsgegevens mee. Ja, klopt. Dat is eigenlijk het verhaal. Dus we zeggen de hele tijd crypto spelers, maar er zijn twee smaken. Je hebt de spelers die geld wisselen voor crypto en andersom. Die werken eigenlijk al met KYC, daar verandert niet zo ontzettend veel. Maar je hebt ook de spelers die een wallet hosten. En daar is het raakvlak met de toekomstige blockchain toepassingen. Want in de toekomst, als je met energietokens gaat werken, zal 90% van de klanten zeggen, ja, maar ik wil niet een eigen technische node draaien om mijn energietokens. Ik ga bij een service provider die voor mij mijn tokens beheert. Ja. Nou, die service provider valt dan onder de wet. Die moet jou gaan registreren. En die moet dan... Je kunt niet straks meer een wallet krijgen zonder KYC te doen. En zonder dat bij elke transactie die je doet, jouw KYC ook meegestuurd wordt met die transactie. Indien die transactie te groot is of aan bepaalde eisen voldoet. En dan over 2 jaar komt er nog uit het internationale domein de toevoeging dat voor elke transactie jouw gegevens daaraan worden toegevoegd.
Heel mooi. Dus in plaats dat je lekker rustig anoniem transacties kunt doen, kun je dat, wordt dit de best gereguleerde financiële sector ever? Ja, het interessante... Non-financiële sector ever. Ja, het interessante is dat een van de voorstellen die internationaal ter tafel lag, was waarom moet je nou die naamgegevens doen? Waarom zou je niet een ander regime kunnen kiezen met een pseudoniem? En daar is expliciet gezegd, nee, de route van het pseudoniem strepen we door. Mag niet, je moet de naam... Pseudoniem betekent gewoon een banknummer, een bank... Gegeven, verzin iets leuks, maar als het maar uniek is en je weet wie erachter... Kun je het weer terugvinden, dat mag hier niet. Verplicht verboden. Dus je moet de naam meegeven. Want het is allemaal zo spannend, al die wallets en al die crypto en die virtual assets. Dus dat is uit angst. Het wordt veel strenger dan bij een gewone financiële overmaking waar een gewoon exact banknummer genoeg is. Om daarna achteraf te kunnen terugvragen. Exact. Okay. Goed, dus we hebben die richtlijn. Dan komen we bij jullie Eerste Kamer, want daar zijn 3 wetten uit voorgekomen uit die nieuwe richtlijn. Wat zijn die 3 wetten? De eerste wet die bespraken we zojuist eigenlijk. Dus de wet die wijzigingen aanbrengt in de anti-witwaswet in Nederland. Ja, beheer eigenlijk het toezicht op die cryptobedrijven. Dat die veel meer aan een soortement van bedrijfsvoering moeten doen. En veel meer persoonsgegevens moeten opvragen. En, ja, dus en bijzonder moeten melden. Ja, ja, meldingsplicht, KYC-handelingen. Hoe heet die wet? De gewijzigde implementatiewet, gewijzigde via de anti-witwasrichtlijn. Fantastische naam, echt super. Oké, ja. Wat is er dan nog meer van wet? Dan hebben we de wet verwijzingsportaal bankgegevens. Ja. Wat is dat? Dat is een wet die het mogelijk maakt voor de politie om efficiënter te weten te komen. De Europese richtlijn zegt, we moeten een systeem hebben waardoor je heel snel weet waar iemands bankrekeningnummer zit of een bankkluisje. Ja. Eigenlijk een heel gelimiteerd systeem, heel helder. En we maken een technisch opvraagbaar systeem, zodat opsporders snel weten wie heeft waar zijn bankrekening. Dat hoeft nog niet voor cryptoadressen, dat komt over 2 jaar pas. Maar voor nu is het bankrekeningnummers. Wat we in... Dus ik kan een naam intypen, John de Mol. En dan geeft dat portaal gedurende 10 minuten de banken waar je vervolgvragen kan stellen van vertel me even alles over John de Mol. Dus dat is de... Is dat een nationaal of een internationaal register? Het register is internationaal bepaald, maar internationaal staat dat er alleen bankrekening en het bezit van een kluisje geregistreerd moet worden. In Nederland is willens en wetens gezegd, we gaan heel veel meer dingen registreren, welke producten iemand allemaal heeft. We laten ook heel veel andere overheidsinstellingen toe om te kijken in dat... Niet alleen maar de politie, maar ook de Belastingdienst en dat soort dingen. Extra spelers, precieze lijst is in de wet terug te vinden, laat ik het zo even zeggen. Maar de verwoording van het ministerie is, dat doen we, want we willen internationaal voorop lopen bij de opsporing. Dus ook hier doen we een tandje extra, extra gegevens erin stoppen, zodat we nog beter kunnen opsporen. En de privacy is in die effectenrapportages niet te vinden. Als je dan zoekt naar privacyregels, dan vergeten ze per abuis het verdrag van de rechten van de mens als relevante regel te noemen. En dat ligt dan nu voor in de Eerste Kamer. Okay. Dat zijn die 3, dit zijn dus nu de tweede wet. En wat is de derde wet? Even kijken, de derde wet is het Uber-register. Dat is de wet waar het register van uiteindelijk belanghebbenden. Als we bij John de Mol zitten, die heeft een hele bak BV's, waar die uiteindelijk gewoon de baas is. Maar tot nog toe, als je registreert wie een klant is, dan zeg je nou, dat zijn die BV's. En individuele instellingen moeten uitzoeken wie zit daar dan achter. En dat eindigt dan hetzij bij aandelen op de beurs. Nou, dan zie je aandeelhouders, die hoef je niet allemaal individueel te noemen. Dan zeg je, staat op de beurs. Maar als het eindigt bij individuen, dus John de Mol 100% eigenaar van, dan krijg je dat elke instelling identificeert, deze zakelijke klant, daar zit John de Mol achter. Dat moet elke individuele instelling vaststellen. En dat Uber-register gaat dat gezamenlijk voor Nederland vastleggen. Okay. Dus dat betekent eigenlijk, Kamer Koophandel kan ik gewoon intypen. En dan weet ik een beetje van wie de eigenaar is. Maar dan is dat, er staat geen naam bij. En nou, straks gaan daar namen bij komen. Nou, dit is een hele lastige vraag. Dus VNO-NCW heeft nadrukkelijk tegen de Eerste Kamer gezegd, jongens, dit gaat niet goed. Want wie mag dan allemaal bij dat register? En is de privacy wel gewaarborgd? En kan dan iedereen zomaar John de Mol intoetsen bij de KVK? Het is geen openbaar register. Nou, niet openbaar, maar wel zodanig ruim toegankelijk. Want als alle partijen in de markt moeten bij dat register kunnen. Want alle partijen bij de markt, die moeten kunnen vullen. Elke bank moet, als die uitzoekt wie een UBO is, even in het register kijken om te zien of daar de juiste UBO staat. Als dat niet zo is, moeten zij de gegevens van de IBO naar het register sturen. En zeggen, hallo register, jullie zijn achterhaald. Ja. Dat klopt niet. Zij moeten informatie kunnen toeleveren. Ja. Er is een meldplicht of een datalekplicht vanuit elke individuele instelling naar dat IBO-register. Datalekplicht, dat is een mooie manier om het te omschrijven. Ja, nee, oké, begrijp ik.
Maar die wetten zitten gewoon enorm aan elkaar vast. Je hebt niet een UBO die alleen in het UBO-registerwetje zit, maar hij zit... Nee, dus de politie kan erbij, de banken kunnen erbij en nog meer. En sommige andere overheden, bedrijven kunnen daar ook weer bij. Dat zijn de dingen waar de Raad van State, die zegt dit is ons te ingewikkeld. En dan heb je nog discussies over kerkgenootschappen. Wie moet je dan, als er een kerkgenootschap is, wie moet er dan de uiteindelijk belanghebbende is? Ja, dat is de heer, zeg ik dan. Maar die telt niet. Dus je moet het naar personen terugbrengen. Nou, dus er zitten lastige juridische privacyvragen bij dat UBO-register. Maar die wet is dus gemaakt. Dus, en die ligt, en dat ligt nu bij de... Wanneer heeft de Tweede Kamer hier naar gekeken? Begin december. En die zijn met wat opmerkingen en ook wat opmerkingen over dat UBO-register toch gewoon akkoord gegaan. Er zijn wat amendementen geweest. Maar de Eerste Kamer zegt nu met name voor het UBO-register, laat de Raad van State daar nog maar eens even naar kijken. Want dit is ons te ingewikkeld en wij zijn er niet helemaal zeker van dat dit allemaal klopt. En vind je dat een goed idee dat de Eerste Kamer dat zegt? Dat is een uitstekend idee, want er is veel nog te repareren in deze wet. En niet alleen in deze wet, maar ook in die andere twee. Want het tandje te ver gaan, wat we in al die wetten doen omwille van de opsporing, gaat ten koste van de privacy. En die, als een individuele entiteit de plicht heeft om UBO-gegevens door te melden aan andere entiteiten, aan de FIU of het UBO-register, dan moet je ook die andere wetten erbij pakken om het totaalplaatje te zien. Okay. Dus morgen wil je vragen aan de Eerste Kamer om de plannen die ze überhaupt al hadden, om namelijk aan de Raad van State dat te vragen, om dat ook te doen. En deze toelichting kan ze dan een beetje helpen. Ja. Van welke dingen zou je nou willen schrappen? Je zou eigenlijk die twee... Bij het integer bedrijfsvoering, die andere regel zou je willen schrappen? Nou, het is misschien niet de vraag wat ik wil schrappen. Ik denk dat het heel belangrijk is, de Raad van State heeft eerder een heel zinvol advies gegeven. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat een goede expert, juridisch expert, ik ben ook geen jurist, ik kan alleen aan mijn water voelen dat er bepalingen uit moeten, dat het een tandje te veel is. Dat zegt de Raad van State zelf in haar advies. En, in het vorige advies? In het advies van de Raad van State dat naar de Tweede Kamer is gestuurd, is al gezegd, je moet die vergunningsbepalingen helemaal niet erin voegen. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar als Eerste Kamer te vragen, joh, Raad van State, geef voor alle drie de wetten ons nou even de terugkoppelingen. Is het echt een tandje te veel? Ja. En past het nog wel met de geldende privacyregels? Want ik heb de indruk, je hebt die financiële wereld met al zijn anti-witwasregels die gigantisch diep en ver gaan. En aan de andere kant zijn we de GDPR aan het opbouwen. Dat je zegt, alleen alle gegevens delen die nodig zijn. Right to be forgotten, juist gewoon privacy by design, et cetera. En dat lijkt niet dat GDPR hierop van toepassing is. Nou, GDPR is van toepassing, maar wat in het verleden niet goed genoeg gebeurde bij al die effectrapportages, is dat men zich bewust was dat het Verdrag van de Rechten van de Mens in Europa ook van toepassing is. Dat leidt tot concrete beperkingen en die blinde vlek, we hebben nu een uniek moment in de leercurve om al in het wetgevingsproces rekening te houden, eigenlijk de privacy by design ook in het wetgevingsproces neer te zetten. En ik zeg dan rechtmatigheid bij design, want we hebben een hele discussie in Nederland over waarom is de rechter nou de hele tijd allerlei politieke beslissingen aan het terugdraaien. Het antwoord is omdat de beslissingen a priori niet rechtmatig waren. Zoals we net met Syrië weer gezien hebben, zeg maar. Ja, het systeem risico-indicatie dat is afgeschoten door de rechter omdat het gewoon niet rechtmatig was onder het Verdrag van de Rechten. En nu gaan we weer zo'n hele brok wetgeving doen vanuit de financiële kant anti-witwassing. Een wet die sowieso al moeizaam resultaten laat zien. En we hebben nu weer een hele stevige wetgever vanuit Europa. En Nederland doet het nog erger. Je zegt, dat zou we niet moeten willen. Ja, ga ons nou niet vermoeien met een wet die dan leidt tot rechtszaken. Die leidt dat de wet weer ongeldig wordt verklaard. Doe het in één keer goed. Vraag nog even aan de Raad van State voor alle drie de punten. Drie de wetten. Zijn er pijnpunten? Welke zijn het? En hoe maken we dit privacy gezond en rechtmatig? Ja. Dat is het enige. Nou, dat is het enige. Dat is echt heel belangrijk. Hoeveel kans heb je? Van hoeveel mensen uit de Eerste Kamer zijn hier überhaupt? Hoeveel mensen zijn er nog? Hoeveel mensen zijn er nog die dit videootje zeg maar willen begrijpen en kunnen begrijpen en daar ook tijd voor hebben? Hoeveel Kamerleden heb je ontmoet? Dat getal zit nog steeds op nul. Maar je kunt ervan uitgaan dat er wel contact is, maar die zijn niet via mij persoonlijk. Er zijn natuurlijk wat kanalen richting de Eerste Kamer. Het is heel opvallend dat de industrie stuurde al eind december een brief aan de Eerste Kamer met haar bezwaren en allerlei zaken. En dat waar brieven van VNO-NCW keurig netjes op de agenda landen, is het de bedoeling dat ook die crypto-industrie brieven op de agenda landen. Oh, en die komen er nog niet op? Ja, ik zou weer even moeten checken of ze erop komen. Maar het is natuurlijk een jonge industrie die nog niet alle lobbykracht heeft die er is, zeg maar. Dus dat, Ken jij mensen die er zorgvuldig over nadenken bij de Eerste Kamer, dat je dat gevolgd hebt?
Ja, het is te zien dat er heel zorgvuldig nagedacht wordt. Ik kan zien aan de vragen dat de ChristenUnie er goed over nadenkt, dat de SP er goed over nadenkt, dat de PvdA er goed over nagedacht heeft. Dus ik zie intelligent. En dan willen we nu graag de VVD horen en D66. Ik had zo graag gehoopt dat Kees Verhoeven van D66 hierop zou aanslaan. Want dit is gevoelens fressen voor zijn digitale toekomstcommissie. En ik heb hem, mijn enige middel is een Twitterberichtje. Dus ik tag hem in een Twitterbericht. Ik hoop dat jij hem retweet en dan hopen we dat het aankomt. Dus, ze hebben ook een e-mailadres hoor, die Tweede Kamerleden en de Eerste Kamerleden. Ja, zeker. Maar het is niet aan mij om al die Eerste Kamerleden daar op te benaderen. Dus ik hou het bij kennisoverdracht via Twitter en de generieke kanalen. Het is veel belangrijker, het gaat niet om mijn persoon, het is veel belangrijker dat de Raad van State en de parlementariërs elk hun rol pakken. Ja. En of ik nou persoonlijk links of rechts ga, dat proces. Hey, het belang voor jou eigenlijk, naast de privacy, wat is het belang eigenlijk voor de industrie? Het belang voor de industrie is dat als wij als compliance professionals tegen mensen in de markt moeten zeggen, dit is de wet en je hebt je eraan te houden, dan moet die wet kloppen. En als je een minister hebt die een loopje neemt met de wet, die liegt naar de Tweede Kamer en zich aan basale adviezen van de Raad van State niet houdt, kan ik tegen mijn klanten die zich aan de wet moeten houden, normaal zeg ik altijd, jongens, er is goed over nagedacht die wet. Als je problemen hebt, moet je naar de Eerste of de Tweede Kamer of een brief aan de minister sturen. Maar als ze zeggen, ja, maar hij heeft toch de Kamer voorgelogen, hoe kan deze wet dan geldig zijn? Ja, daar sta ik voorgelogen, dat is inderdaad geen argument. Dat is geen wettelijk argument. Nee, het is geen wettelijk argument. Maar er ligt een politieke overdrijving. Er ligt een juridisch advies dat zegt, de minister heeft een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over deze wet aan de Tweede Kamer. Oh ja? Daar ligt dat. Dat is van het Hart Advocaten. Dat advies is door de sector naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar is aangewezen op de Eerste Kamer. Het is in feite een herhaling van het statement van de Raad van State. Dus het is geen rocket science. En de minister doet alsof er geen tandje toegevoegd wordt aan de Nederlandse regelgeving, terwijl hij dat wel doet. Dan kan je daar heel diplomatiek zeggen, het is een verkeerde voorstelling van zaken. Of, zoals ik dan zeg, er wordt gewoon gelogen. Ja. Daarom ben jij dus ook geen politicus. Maar goed, in ieder geval heel goed. Oké, dus morgen hopen we dat het naar de Raad van State gaat. Ik zal die van een paar de Eerste Kamerleden sturen. Als jij ze kent. Maar ze zijn gewoon, alle e-mailadressen zijn publiekelijk online. Dus ik zal het daar even heen zetten. En ik hoop dat ik ook nog wat WhatsApp-berichtjes heb. Maar kijk hier naar, heren. De Eerste Kamer. We hadden net weer de voorzitter van de Eerste Kamer. Was in Haagse Zaken. Nee, in wel ingelichte kringen. Hield hij een mooi pleidooi dat de Eerste Kamer er echt is om zorgvuldig na te denken of de implementatie wel echt, of het wel te implementeren is, of het wel voldoende aan de rest van de wetgeving doet. Dus dit is echt een goede rol voor de Eerste Kamer om hier naar te kijken. Dus ik stuur het ook even naar de voorzitter van de Eerste Kamer. Echt een dokter, een medisch specialist. Echt een hele leuke man. En überhaupt ook wel ingelichte kringen is een fantastische podcast om naar te kijken. Dankjewel Simon voor deze publieke zaak, om dat weer eens even uit te leggen, dat u weer een aantal nieuwe wetten over u heen krijgt. Inclusief eentje naar de cryptowereld, die nog veel verder gaat en veel lastiger wordt voor alle andere partijen. Overal waar blockchain oplossingen toegepast worden, gaan wij hier last van hebben. Ja, met een beetje pech wel. Een beetje pech wel. Dankjewel. Ja, dankjewel.